Goedemiddag iedereen. Ik wil jullie uiteraard van harte welkom heten in het, vind ik persoonlijk, het mooiste stadion van Nederland. Maar we zijn hier voor de loting van de Algarve Cup 2014. Ik wil alle deelnemende clubs van harte welkom heten. Drekstreek, OVV, Oostvoorne, Zuidland en FC Rijnvogels. We gaan zo over tot de officiële loting. De Algarve Cup zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari 2014. In het stadion van Gia. En onze ambassadeur Mario van der Ende die gaat de loting verrichten. We krijgen eerst een korte voorloting tussen de twee teams die niet tegen elkaar kunnen spelen. En vervolgens de andere loting met de volgorde van de wedstrijden. Mario. Ja, Tim, dankjewel. Nou ja, om het zo eerlijk mogelijk te krijgen, heb ik een oud scheidsrechter nodig. Dus we zetten even de Algarve Cup. Die zetten we even hier neer. En dan gooien we even de twee ballen en als het goed is, die heb jij uitgezocht. Dus dan ga ik al twijfelen. Wie A of B wordt, ik zal even eerlijk... Dus, de eerste wedstrijd, die spelen dan thuis in Gia, hè? Ja. Ik heb zo denk ik het bijzonder kit aardig dichtgemaakt. Dat is de rechtstreek. Die gaan dus spelen... Onder nummer A, hè? Dat heb je, Menso? Ja. Nou, dan moet deze. Als het goed is. Dat is dan nummer D van Dirk. Van Zuidland. Dat klopt. Nou, dat is in ieder geval dan helemaal goed. Ja, dus... En dan gaan we dus nu kijken wie B of C wordt. En dan is de eerste wedstrijd de rechtstreek tegen. En dan gaan we nu even weer. Husselen. Dus de eerste wedstrijd is dan tegen Rijnvogels. En dat is Drestreek Rijnvogels is dan de eerste wedstrijd. Uiteraard de tweede wedstrijd. De tweede wedstrijd. Zuidland. OVV Oostvoorne. Dat is ook een redelijke derby. Lijkt een derby. Ja, het is alleen leuk dat je er 3 uur voor moet vliegen voor je derby. Dit is niet zo erg hoor. Nee. Ik ben er regelmatig geweest, dus ik weet dat het goed toe is. En dat is inderdaad Oostvoorne. Dus dan is het wedstrijdschema. Is dan Drekstreek de eerste wedstrijd tegen Rijnvogels. En dan de tweede wedstrijd is OVV tegen Zuidland. Dan hebben we de derde wedstrijd Drekstreek tegen OVV. En dan de laatste wedstrijd is Rijnvogels tegen Zuidland. Puntentelling is bijna hetzelfde zoals normaal. Hè. We hebben altijd de winnaar, die krijgt gewoon 3 punten, gelijkspel 1 punt. Alleen doen we, net zoals vroeger hier bijvoorbeeld in het Feyenoordstadion, het AD Cup altijd werd gespeeld. Je krijgt ook voor een gescoord doelpunt krijg je 1 punt extra. Dus de laatste wedstrijd kan dan toch altijd nog de wedstrijd, het hele toernooi op zijn kop zetten. Nou, dit is in ieder geval goed gegaan, in 1 keer zelfs. Dus dat is wat dat betreft gaan we erg vooruit. En ik wens de deelnemers in ieder geval een goede voorbereiding op het trainingskamp toe. En we zien elkaar ongetwijfeld in Portugal. En ook voor vandaag bij de wedstrijd Feyenoord-Groningen in ieder geval heel veel plezier. En tot 11 januari zou ik zeggen. Dankjewel. Mario, dankjewel. Dus bij deze de loting voor de Algarve Cup 2014, trainingskampen.nl. Misschien nog een hele korte reactie van de deelnemers naar aanleiding van de loting. Nee, eigenlijk niet. Superleuk dat we tegen OVV spelen inderdaad, altijd een goede ploeg. Ja, en tegen Rijnvogels, top eerste klas B, dus leuke wedstrijd. Hopelijk dat we weer goed zal zijn. Een leuke wedstrijd. Drekstreek, misschien de openingswedstrijd van het toernooi? Ja, openingswedstrijd. Nou, ik zie er met spanning naar uit. Ik denk dat het een leuke wedstrijd zal gaan worden. En we zullen ons danig voorbereiden op deze sterke tegenstander en hopen er een mooie pot van te kunnen maken. Oké. Buurman? Rijnvogels. Ja, opening en de laatste. Dus goed schema denk ik voor ons. Ja, we gaan er mooie dagen van maken. En hopelijk met de cup terug. Oké. Nou, dat is wel even een aardige bekomstigheid dat je met deze cup, als je teruggaat, dat je in ieder geval een stoel extra in het vliegtuig moet reserveren. Ja. Dus, ik zei tegen Tim, als je nou zo, een paar jaar geleden zei ik van als je nou zorgt dat die cup in het laadruim, die kreeg ik dan 3 uur naast me. Dus dat kan je lekker tegenaan praten. Ja, dat was heel gezellig.
Dus hou daar even rekening mee. Als laatste OVV? Ja, lijkt me een... Blij met de loting? Ja, hartstikke blij met de loting. Ja, want gelijk tegen Zuidland, het is gelijk een derby. En we hebben sinds dit jaar een nieuwe trainer. De heer Jalink uit Dordrecht. En we hadden ons lekker aan van voetballen. Dus ja, je ziet alles met vertrouwen tegemoet. Leuke pot. Dus ja, dat lijkt me allemaal hartstikke leuk. En goede voorbereiding treffen. En kom allemaal dik voor elkaar. Perfect, namens, uiteraard namens trainingskampen.nl iedereen een heel succesvol toernooi en een hele fijne middag hier in de Kuip. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.